Ik ben Thomas Vaassens, ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben literatuurwetenschapper en ik houd me bezig met de effecten van literatuur in de wereld en in de maatschappij. Salman Rushdie is in Bombay geboren in India, is vervolgens naar Engeland gemigreerd, heeft daar gestudeerd in Cambridge. Heeft ook een tijdje in de reclame gewerkt, is zich toen helemaal gaan wijden aan literatuur. In 1988 publiceerde hij The Satanic Verses in het Engels. En een jaar later werd de fatwa daarover uitgesproken door Ayatollah Khomeini, die het een godslasterlijk boek vond. De speech begint met dat mooie beeld van de luchtballon met een mandje daaronder met mensen erin. En er komt een lek in die ballon. En dan is die ballon alleen maar te redden wanneer er mensen uitspringen. Good grief, the wounded balloon can bear just one passenger to safety. The many must be sacrificed to save the one. But who should live and who should die? And who could make such a choice? En dat is natuurlijk de grote vraag in zijn situatie sinds die fatwa. Niet dat hij die afweging zelf kon maken, maar de vraag, ben ik bereid te sterven voor, werd daar wel heel prangend gesteld. And we want Rushdie to be hanged, do you see? I would kill him, yes, I would kill him. The idea that people should die in a protest about a book which obviously almost none of them have read is really horrifying for many reasons. In de westerse visie op wat een roman of wat literatuur is, is heel fundamenteel de gedachte dat wat er in een boek gebeurt en wat er in een boek wordt gezegd niet direct op de auteur kan worden betrokken. Hè, een roman is feitelijk een soort klankkast waarin allerlei talen, geluiden, stemmen, ideologieën met elkaar in conflict zijn of met elkaar geconfronteerd worden. Maar geen van die stemmen of ideologieën is de stem van de auteur. En dat is die conventie in ons begrip van literatuur, die wordt wel autonomie genoemd, die is echt voor de westerse literatuur ononderhandelbaar. Die is absoluut. En wat je nou ziet in de Rushdie-affaire is dat op een gegeven moment de moslimgemeenschap, een klein deel van die moslimgemeenschap, die conventie ofwel verwerpt, ofwel niet eens kent of accepteert. En daar was enorme verbazing over in de westerse wereld. Terwijl het gaat er gewoon om dat die conventie eenzijdig was. Dat die conventie niet in de moslimwereld niet overal werd herkend. Maar dat heeft eigenlijk met de vrijheid van meningsuiting niet zo gek veel te maken. Een boek is geen mening. Hè? Een boek is een, nou ja, wat ik net zei, een soort klankkast waarin met vele meningen wordt geëxperimenteerd. Kijk, als hij vergelijkbare dingen gezegd had over de profeet of over de islam, maar dan in een betogend stuk, zou heel makkelijk afgewogen kunnen worden of die daarmee wel of niet over een grens gaat. He, dan wordt het gewoon een juridische kwestie. Is dit beledigend? Is dit in strijd met wettelijke bepalingen? Op het moment dat een roman is, wordt dat glibberig en ongrijpbaar. En juist dat, denk ik, draagt ertoe bij dat een roman, het kan ook een film zijn, veel explosiever kan zijn dan een mening. Gewoon omdat het niet duidelijk is. En dat is natuurlijk beangstigend, wat er gezegd wordt. En niet duidelijk is wat Salman Rushdie de wereld wil meedelen. Sterker nog, Salman Rushdie geeft de wereld heel veel stof ter overweging, maar zegt niet wat de wereld daarmee moet. En dat is natuurlijk vele malen gevaarlijker voor een fundamentalistisch dictatoriaal regime dan een mening van iemand in een krantenstuk. De speech geeft een heel indringend inkijkje in zijn bestaan als opgejaagde vluchteling die iedere 3 dagen van schuilplaats moest veranderen en beschermd werd, nota bene door de Thatcher die haatte. En hij laat ook zien in die speech hoe mensen laf zijn en instituties laf zijn door niet voor zijn zaak en voor zijn grote strijd te gaan staan, terwijl hij er bijna voor gestorven is, voor moest sterven.